Poetin, explosie in supermarkt Sint-Petersburg is terroristische aanslag. De Russische president Vladimir Putin heeft de explosie in een supermarkt in de stad Sint-Petersburg gisteravond een terroristische aanslag genoemd. Bij de ontploffing raakten 13 personen gewond. De krachtige explosie deed zich voor in ruimte waar supermarktklanten hun tassen kunnen opbergen. De bom zou in een kluisje hebben gezeten. Volgens de politie was het explosief gevuld met metaaldeeltjes om meer slachtoffers te maken. Eerder werd nog ontkend dat het om een aanslag zou gaan, maar persbureau TAS meldde gisteren wel dat het vermoedelijk om een klein zelfgemaakt explosief ging. De autoriteiten zouden geen enkel motief uitsluiten. Poetin deed zijn uitspraak tijdens een militaire medailleuitreiking in het Kremlin. Meer details over de aanslag in Ruslands op één na grootste stad wilde hij niet bekendmaken. De aanslag is nog niet opgeëist. In april pleegden islamitische terroristen een bomaanslag in de metro van Sint-Petersburg, waarbij 15 doden vielen. 2 weken geleden maakten de Russen bekend dat met hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA een aanslag op een kathedraal in dezelfde stad was voorkomen.